in Veendam. De wedstrijd over 10 kilometer bij de mannen senioren. Overal winnaar eveneens Ivan Kamiga uit Nieuwe-Pekela. 32 minuten en 12 seconden. Ach, klopt. Dit is hier maar. Op de tweede plaats, Ben Stellingwerf uit Onderendam, 33 minuten en 36 seconden. En op de derde plaats, Maarten Zekers uit Groningen, 34 minuten en 59 seconden. En de prijs eruit krijgt door Dick Hensens. Namens Volkemarsport, Dick Hensens, die de prijzen gaat overhandigen. En dan, dames en heren, voor dit weer het podium nogmaals een warm applaus voor Maarten Zekers, Ben Stellingwerf en de geweldige winnaar, Ivan Kamiga. Jongetjes, bedankt. En Heiko Nijndam. De winnaar die is helaas net al naar huis, had hij al aangekondigd. We gaan dus naar de tweede plaats. Kees Huizinga, Hogezand, 35 minuten en 28 seconden. En op een derde plaats, Henko Nijlaan, IJsselstadskanaal, 35 minuten en 39 seconden. Meneer, dames en heren, dit doet meneer Huizinga sowieso heel goed. En dan, dames en heren, nogmaals voor dit weer het podium. Uw warm applaus voor Heiko Nijlaan, Kees Huizinga en nog deze winnaar Wim Otten. Dag heren, tot ziens. Dag lieve, kom je weer. Oh ja? Oké. Ja, deze ding, dames en heren, zijn zo lesbisch als wat, maar alleen maar van vrouw. Goed, hebben we mannen senioren, mannen 40 hebben gehad, we hebben vandaag maar de mannen 45. Ties van der Laan, Peter Ipema, naam Cobret. Gaan we naar de winnaar bij de mannen 45 van deze zorg, maar pas dat op. Ties van der Laan uit Arnhem-Nederland, 38 minuten en 7 seconden. Op de tweede plaats, Peter Ipema uit de Groeven, 38 minuten en 25 seconden. En in de derde plaats, Namco Brent uit Heiligenheim, 38 minuten en 38 seconden. En onze kamer van de macht voor de dag, heren. Dick Hensens, ja, nee. Roosje, kijk eens. Hele rare troep is dat. En dan nogmaals een applaus hier van Marco Brent, Peter Ipema en de winnaar Ties van der Laan. Oké jongens, bedankt. En dan het nummer 50. René Kaderman, Bert Nieland, Harmans, Omega. En René ging allemaal goed, hè? Oké. Maar... Oké. Maar het is toch nummer 1 geworden. We gaan, dames en heren, naar de prijsuitreiking bij de mannen 50. Nummer 1, René Kaderman uit Rode. 37 minuten en 35 seconden. Op een tweede plaats, Bert Nieland uit Oude Pekela. 38 minuten en 36 seconden. En nummer 3, Harmanus Hovinga uit Hildervang. 38 minuten en 52 seconden. Harmanus. Is al weg. Een zwintje van het tegen. Oké. We gaan dames en heren plaats geven voor je militaire podium met aanwezig aan van de Zofika. Met die hand en de winnaar René Kaderman. Oké, mannen bedankt. We gaan naar de mannen 55. We willen graag naar voren Jan Nienhuis, Karel Edens en Bert van der Vinden. We gaan aan de winnaar van de Volkema Parkstadloop, mannen 55, Jan Nienhuis uit Winsum, per een tijd van 36 minuten en 20 seconden.
seconden. En dan dus de namens van de Maasport. Nu dus de zijde gaat over de andere. En dan dames en heren voor dit hele podium nogmaals een applaus voor Bert van der Winden, Karel Edens en de winnaar Jan Nienhuis. We gaan naar de oudste knuppels. We willen graag hier naar voren Jan Postinus, Grappenborgman, Herman Heijs. We gaan dames en heren naar de winnaar van de Valkenbaan Parkstadlo bij de mannen 60. Jan Postinus van SV Veendam, 42 minuten en 12 seconden. Ik vind het leuk dan. Ik zeg het al, dit is een oude wordt, dit is echt gewoon weer bij je kindjaren. En daarom vind ik het leuk dat jij een shirt hebt van Intertoys van Bordeaux. Oké. We gaan naar de tweede plaats. Gerrit Borgman uit Bordeaux. En dan leren. Jette, 42, 12. Dezelfde tijd dus. Maar dat is dubbeltje op de kant, hè, tussen jullie twee. En de derde plaats. Herman Heijs, Nieuwenheim. 42 minuten en 40 seconden. Arriva op de Gano, en doet de Gano. Wordt er dan wel vanaf bij de Gano? We stonden door, hè, met die bus door. Mooi, hè? We gaan, dames en heren, nogmaals een applaus geven voor dit hele podium met Herman Heijs, Karin Borgman en de winnaar Jan Postinus. We gaan voor verder gaan, dat is een video. Een beetje naar de foto, of? Ja, dames en heren, we hebben dat verhaaltje wat we net van tweeën hebben. Dat was toen Roemenië werd bekijkt. Toen dachten wij hier ook in Groningen om wat we daaraan te moeten doen. En we waren de Geert Thijs in Stadsgenaal en daar was een hele grote actie gaande. En toen liep ik Herman Heijs tegen het lijf. En ja, samen daar even op tafel en toen kwam daaruit dat we met de Gado zouden we dan een tour doen hier door Oost-Groningen. Iedereen die kon meedoen in diverse plaatsen en het inschrijfgeld was een pak koffie. En dat ging dan naar Roemenië, want dat was het net. En dames en heren, waren drie van die gelede bussen, maar die waren er toen nog maar net. Ze hadden een lus met 54 meter Gado Oost-Groningen door. En een van de plaatsen was hier Veendam. En die bussen stonden heel mooi hier rond op dat park. Stonden hier geparkeerd. En Koos Venema in de eerste bus die reed hij heel mooi zo. Transwaro en de tegels daarachter, die stonden klein in een V-vorm. Van die tegels, die konden dat gewicht van de bus niet hebben. Nou, toen was het natuurlijk, even een klein probleempje, want de wethouder die was er toen nog aanwezig. Die hebben we toen de uitspraak ontlokt van, dat maken wij allemaal zo, wordt niks klaar. En vanaf dat moment had Koos Venema bijna Koos Tegel. Dat was het even. Er was nog prachtig voor. Het was een hartstikke mooie dag nog, van een kop. We gaan dan weer naar de vrouwen en we willen graag bij de vrouwen 50 gaan beginnen. Ik wil graag naar voren. Bernadette Schuurman, Ali Hamiga, Sita Zeilema. En we gaan naar de winnares van de Valkenaar Parkstadlo bij de vrouwen 50. Bernadette Schuurman uit Winschoten, 41 minuten en 49 seconden. Op een tweede plaats, Ali Hamiga uit Bijlen, 47.14. En op een derde plaats, Sita Zeilema, 47.15. En daar staat er een seconde achter elkaar. En dan meneer Hensens namens Valkenma Sport. Gaat hij dus de prijzen uitreiken. En dan